Plattelands TV. Eén zender, vier thema's. Haal de natuur in huis. Plattelands TV op kanaal 22 van Telenet Digital TV. Wie ideeën zoekt voor de feesten, kan elk jaar naar Winter Moments with Flowers. Het oude Sint-Janshospitaal in Brugge krijgt op het einde van november dan immers een gezellig winters- en bloemenrijk interieur aangemeten. Dit mekka van winterfloristiek, gecombineerd met de charme van het middeleeuwse Brugge in kerstsfeer, lokt ieder jaar duizenden bezoekers. Wel, eigenlijk focussen we ons op consumenten, dus op iedereen die houdt van bloemen. Maar daarnaast zijn natuurlijk ook de vakmensen hier welkom en zij kunnen hier even goed inspiratie op doen. Dus zowel de consument als de vakflorist. Winter Moments with Flowers draait in de eerste plaats rond bloemendecoraties in de hele winterperiode. Maar kerstmis vormt daarbij natuurlijk een hoogtepunt. Anneke Catrice en Hilde de Mol staan in voor bijzonder kleurrijke tafeldecoraties. Kwestie van de feest is het nodige cachet te geven. Mijn stijl is nogal klassiek, dus ik hou mij aan de superklassieke dingen en ik probeer van een bepaalde sfeer neer te zetten. Dit jaar heb ik bijvoorbeeld speciaal een kindertafel gemaakt, omdat dat soms ook vaak vergeten wordt. De kinderen hebben graag leuke dingen en dan een beetje de nieuwe tendensen. Kleurrijke chrysanten en originele taarten en ijsjes moeten de harten van de kinderen inpalmen. Volwassenen moeten overstag voor dit pronkstuk met paarsrode Phalaenopsis orchideeën of verkiezen misschien deze feesttafel met myrna-rode rozen. Bijzondere gast op deze 19e Winter Moments is Gregor Lersch. De Duitser uit Bad Neuenahr is een van de grootste floristen en designers ter wereld. Dat de organisatie hem naar Brugge kreeg, is eigenlijk al een krachttoer op zich. Ja, Gregor Lersch is al een persoon die jaren ervaring heeft, die ook heel veel boeken heeft geschreven. Zowel over de bloemensierkunst dan over het uittekenen van een stuk. Hij geeft ook wel les overal in Japan, in Rusland. Die man die loopt de wereld constant rond, iedereen kent hem. De creaties van Gregor Lersch zijn wereldberoemd. Hij krijgt hier een hele zaal ter beschikking om zijn winterse creativiteit te laten botvieren. Ik heb daarmee rekening gehouden dat die zaal hier dat die heel hoog is en dat ik ook moet naar boven. Wat bij ons in het vak naar boven komt, zijn in de traditie altijd girlanden, festoenen geweest. En die heb ik hoog gehangen. Ik heb gezegd van alles wat hier op 1,5 meter is, is weg. Je moet hier hoog komen. Je hebt die prachtige zaal. Ik vind hem prachtig. Niet in de zin van decoratie, maar een mooie galerie. En daarom heb ik gezegd festoenen en girlanden. En dan die afwijking daarvan, dat verder gaan. Duitsland staat bekend voor zijn kerstdecoraties. Het is dan ook een van de specialisaties van Lersch. De grootmeester deelt graag zijn kennis. In Brugge geeft hij een workshop waar zowel jonge floristen als gevorderden maar al te graag tijd voor vrijmaken. Omdat ik van de manier waarop Gregor werkt, ik hou daar zeer veel van. Hij gebruikt zeer prachtige materialen, veel techniek. En dat inspireert mij
De manier waarop hij werkt, zijn manier van doen ook. En daarom, het is eigenlijk een kans uit de duizend om het eens te doen. Als hij naar België komt, bedoel ik, dan moet je dat meenemen. Thema van deze workshop is kerstarrangement met snijbloemen, waarbij de deelnemers letterlijk aan de slag gaan. En dat Lerch een icoon is in het wereldje, bleek uit de samenstelling van de groep. Veel buitenlanders maakten de trip naar Brugge om er hier vandaag bij te zijn. Megha Ariya kwam zelfs helemaal uit India voor deze workshop. When I saw it on the Flair magazine, I immediately decided to come from India. What is your impression of this workshop? I think it's really good for a florist to attend because technically you learn a lot. Yeah. What have you personally already learned today? I've learned many things. But like how to weave this candle and how to make a design out of just wood and wire, it's good, yeah. Ook België heeft zijn grootmeesters op vlak van floristiek. De Brugse bloemsierkunstenaar Frederik van Pamel schuimt eveneens de hele wereld af. Zijn specialisatie bestaat in prestigieuze feestprojecten. Hier in het oude Sint-Jan speelt hij een thuismatch, waar hij de kille ziekenzaal omtovert tot een sfeervol bloemenlandschap met 10.000 rozen. We hebben eigenlijk een gedekte tafel gedaan met 10.000 rozen, gemengd van kleur. We hebben dat heel bont gedaan, omdat we ook vonden op zo'n moment mag dat ook eens echt laten zien wat kan. Uiteraard is het geen functionele tafel, dus men gaat niet zomaar gaan dineren. Het zichtveld is iets belemmerd. Maar we hebben zwaar monumentaal gewerkt omwille van de ruimte, ook dat het toch een beetje body geeft tegenover de hoogte van het plafond. En dat niet alleen Nederland een bloemenland is, willen de organisatoren extra onderlijnen door dit jaar rond Belgische bloemen te werken. Nadine van Akker brengt hier bijzonder vlechtwerk in combinatie met witte poinsettias. De Waalse floriste Natalia Sakalova vertelt dan weer het verhaal van de amaryllis. De hoofdrol is echter weggelegd voor onze Vlaamse trots, de azalia. Ja, het is een winterplant. Er is een groot stuk van Olivier Petillon. Die Olivier die heeft dan ook een heel grote creatie met azalea gemaakt. En dan hebben we nog tal andere floristen die kleinere creaties gemaakt hebben om hier op de sokkels te presenteren. En bij die kleine creaties op sokkel zien we ook nieuwe azalea-variëteiten. In dit arrangement, met de naam Lady Violet onder een sterrenhemel, pronkt de Lady Violet azalia met haar typisch blinkend blad en intens violet-lila bloemen in een soort woudlandschap met mos en koraalvaren onder een sterrenhemel met kerstballen. De metaaldraad rond deze microcosmos schept het typische winterse cocoongevoel. En zijn de dunne draadjes en in kaarsvet gedompelde wol geïnspireerd door de werken van Gregor Lerch? In het azalia-tapijt van Olivier Petillon zien we zwanenhalzen gemonteerd. Niet toevallig, want de gracieuze Brugse langhalzen staan dit jaar extra in de kijker. Waarom? Omdat hier op de rijen elke avond rond 5 uur komen de zwanen hier aan. En we vonden het ook wel leuk om de zwanen te combineren hier in Brugge, omdat het ook wel het embleem van Brugge is. En dus we hebben daar een wedstrijdreglement rond geschreven. Dus alle scholen hebben op het thema van zwanen gewerkt. En we zien dan ook wel dat ze erop ingegaan zijn en dat ze ook naar de legende gaan kijken zijn, want we hebben hier ook een paar zwarte zwanen. Van Brugse zwanen naar hemelse engelenvleugels is maar een kleine stap. Het is duidelijk dat de kerstengelen de hele winter hun bloeiende vleugels blijven klapwieken. Decorateurs laten hun omgeving graag versmelten in hun werk.
Het Fleur at Home team wekt de oorsprong van het 19e eeuwse hospitaal zo weer tot leven. Ja, vorig jaar waren ze hier ter plekke en kwamen ze op het idee van het zou wel leuk zijn mochten we een keer ziekenkamertjes maken in deze grote ziekenruimte van Oud-Sint-Jan-Brugge. Dus Fleurje het home team is Charlotte Bartholomee, Tom de Houwer, Annick Mertens en Stijn Simaïs. Dus zij hebben elk hun eigen idee over een ziekenzaal verwerkt hier ter plekke. Tafel- en wanddecoraties, kerstbomen en creaties met bloemen en plantaardige accessoires. De rijkdom en diversiteit binnen de winterfloristiek zijn onuitputtelijk. Zijn er anno 2014 nog spelregels, tendensen? Dat is een vraag die u net aan iemand stelt die nooit tendensen volgt. Maar bij ons in de winkel nu hebben we heel veel goud en de jaren 70. Maar ik vind met kerst kan alles. Ik vind dat alles kan. Dat hangt van uw interieur ook af. Maar het is wel een feit dat mensen, de ene gaat naar zilver en wit, de ene gaat naar rood. Ik vind met kerst kan alles. De tendensen, dat hadden wij veel, 10, 15 jaar terug, dat je echt net als in de mode voor een hele korte tijd tendensen had. Maar onze markt is niet zo vlug. Ik voel veel in vele landen dat het minder groen wordt, dat niet zoveel groen in de arrangementen is, dat de pure bloemen, de pure verschijning van bloemen, dat die in de voorgrond staat. En wij komen toch van een heel groene kerstmis en wintersfloristiek. Ik vind dat kerst wel veel kleurrijker wordt en dat er veel meer soorten bloemen gecombineerd wordt. Vroeger was het zo echt typisch dat kerstgroen, terwijl dat we nu echt meer een tendens hebben van bloemen, bloemen, bloemen. En dat is precies mijn stijl. Felle kleuren dus, in contrast met de donkere periode. Bloei brengen in de winter, in jouw kerst. Maar welke kleur moet je kiezen? Op Winter Moments with Flowers kijk je in een glazen bol. Want de kerstbomen hier vertellen immers hoe je jouw spar trendy moet kleuren eind 2015. En om helemaal mee te zijn met de nieuwste trends, kies je naast een eigentijds kleurenpalet best ook voor modische deco-elementen. Zoals deze, helemaal uit Amerika overgewaaid en in Europa nog in zijn kinderschoenen. Ja, het is zo, de laatste tijd wordt er meer en meer gewerkt met hangende decoraties. Ik werk met glazen, hangende tranen en balletjes, waar je eigenlijk zowel kaarsjes kunt inbranden als ledlichtjes, als plantjes instoppen of kerstbolletjes of sneeuw of een bloem met water. De veelzijdigheid, je kunt dus creatief zijn tot en met. Wat overdonderd door het aanbod? Nog wat ultieme tips van internationale talenten om te scoren met je kerstdecoratie. We wensen je een warme winter toe. Wat is voor jou eigenlijk het ideale kerstdecoratiestuk? Als het maar warmte uitstraalt. Ik vind dat kerst een ideale periode is dat het toch warmte en genegenheid moet uitstralen. Terug die familiebanden eigenlijk, en dat vind ik toch heel belangrijk. Het ideale kerstdecostuk is met drie elementen. Het moet hebben groen, het moet hebben licht en het moet hebben fruit. Dat zijn die drie van de cirkel van het jaar en ook de cirkel van de seizoenen in onze streek van de wereld, in ons klimaat. Voor het eerst komt 21 december, 24 december, komt de lichtwissel in de winter. Dan is dat hoop en dan gaat het in het groen. En naar het groen komt de bloem en de fruit. En dat zijn die drie symbolen, die moet ik altijd in een kerststuk zien.